Peter Dijkstra is een van de founding fathers of net? Nee, dat klopt niet. Nee, hè? Nee. Is letter instroomt of net? Ja, twaalf letter. Twaalf je pas? Ja, ja, in het in het tweede seizoen eigenlijk pas. Ja, 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 Peter Reen, die de eerste programmeur. Sjoerd Botsma zie je direct vanaf het begin bij, denk ik. Ja, en Paul van Bello weer er nog bij. Die doet onder andere Into the Grave nog en wat dingetjes in Romeino. En aangezien die neus horen natuurlijk. Ja. Maar ik ben in Tredde hier kwam. En eerst als boekjemaker, programmaboekje. En toen wie ik bij de programmeur een beetje aan het zeuren van de Must Horen Bands boeken. En toen zei hij van, dat is het zelf maar. Ja. Dus nou ja, dan ben we treien verder. Ja. Helemaal drok mij muziek, want er was een heel soort bedijn. Maar je hoort even vermoord met Asterix. Als Pieter op Harkema nou denkt, ik ga een oor van Asterix jet. En doe maar dat uitlezen in de PR-bewoordingen. Wat zei ze dan? Elke vrijdag. Altijd €5. Net onbelangrijk. Alleen maar vrijwilligers. Ja. En eigenlijk is elke avond 3 bands. En een prachtige locatie. Ja, in de Blokkerspoort. Mooie orde gevangenis. Ja, 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 daar zitten we mooi te plak. Ja. Maar goed, ik vaak wat bands die net voor de hall is, laten we eerlijk wezen. Nee. Binnen het algemeen bent wat opkomende bandjes. Of wat bandjes die eigenlijk, waarvan denkst van... wordt wel die dat die een wat grutter podium krijgen en dan programmeren wij die. En soms heeft ik wat bands die men eigenlijk wat te grut voor is, maar dan is het ook wel mooi zoals een Tim Knol, die kan echt wel een sale van 300 man vullen. Maar die vindt het echt mooi om voor 150 man te spelen en dan komt het bij ons. Ja. Maar speel toch eens uitlezen, hoe heim dat toch? Want dat zijn toch bands die vaak in de grutere sales zitten. Daar zit ik geldje in oor, maar het vaak wat betellen worden. En ik denk dat het kan nooit uit met die €5 en die paar potjes bier. Stuur me proper whisky erheen, sigaren of ben je gewoon zo charmant dat ze zak komen? Nou, de locatie helpt natuurlijk enorm en het verhaal van uw podium, dat pleit ik. Ja, maar daar ben je wel voor te pakken dus? Ja, zeker wel. Ja, ja, ze begrepen ook wel dat wij net de gaasjes, de gelden kunnen betalen die ze in orenseelen krijgen. Maar ze komen gewoon graag bij je spelen omdat de sfeer gewoon goed is. En, ja, dat vinden ze. Muzikant vindt het echt belangrijk als ze een goed gevoel hebben bij een podium. Het gaat net alleen nog hoe je hield. Nee. Eén ben erin slagen en doe misschien wat kwatter, maar toch, om Asterix toch een bepaald gezicht te hebben. Want je mag een heel diverse muziekstijl, volle brede kindnet, van knoerthut tot soms heel leads, singer-songwriters. En toch, als ik Asterix is, dan heb ik toch een bepaald gevoel erbij. Ja, ja, een beetje... Het alternatief. Ja. Ja, dat is het. Het is alternatief, maar wel breed. En de rest natuurlijk, maar eigenlijk zes maar vier miljoen in mannen. En dan kist eigenlijk, er was wel een divers programma deel zetten, dus... De herst al gauw dat als het een keer rock doet, dan moest eigenlijk een weekeletter, maar iets met wat folkmuziek doen. En dan een keer mijn hip-hop en dan mijn indie. Ja, we vinden ik al gewoon mooie muziek. Dus, maar zoiets als metal of zo, dat past gewoon net bij je podium. En die jongens van Romein dachten dat hartstikke goed. En dat zou in neus horen extra wezen. Ja, dat Beatlecore net natuurlijk. Nee. Je meen wat de hutste band van Nederland volgens mij in de hoes. John Coffey. Ja, precies. Ja, toen hier we dranghekken en alles. Voor het eerst? Ja, voor het eerst. Ja, ik hoop net voor het laatst, want dat is echt een bijzondere jongen. Ja, ja. De piep nog in de jente, hè? Nou, ik weet het net. Ik weet mij de homesick op paard in, ergens anders. Ja, we zijn al. Dit is een drok man, altijd met muziek op een paard. En uniek, natuurlijk is hij in elke popzaal vrijwilligers, maar je draait puur alleen op... Oh, dan begin ik flesjes om te gooien. Je draait echt puur op vrijwilligers en dat straal je me echt uit. Ja, ja, maar dat klopt. Maar dat jouw tekken voor mij. Ik krijg er ook een yield voor, maar er krijgt een hele soort oordeling van waarom. Wist wel, die mensen die al jaren bij Asterix begonnen zijn, die zijn nou al jaren ZZP'ers. Die kunnen al jaren werk vinden in de cultuursector. Dus er is een heel soort bijvangst als het vrijwilliger bist bij Asterix. En een leuke spin-off. Welcome to the Village. Welcome to the Village. Prison Blues binnenkort. Jailbreak. Te gek, man. Explore Noord. Binnen een hele hoop dingen. Nou, dat maakt het luid een stuk leuker, kan ik die vertellen. Als een muziekliefhebber, kan ik die vertellen. Ja. Takomst, hoe komt het? Nou ja, de verhoren net vol ding. Nee, bluwen daar? Ja, we bluwen daar. En we gaan natuurlijk goed contact met Neushoorn. Ja. We zullen ook met de Utmarkt, zullen we een podium programmeren. We zijn gewoon in gesprek hoe we het popklimaat in de stad nog beter meisje kennen. Nou, dat klinkt als alternatieve muziek in Mineren. Ja, dat klinkt als mooie muziek in Mineren. Ja, maar wie misschien wel even spannend, want Blokkerspoort is een oernaam. Ja. En er is sprake van, ja, bluzen of bluzen niet? Ja, nou ja, gelukkig bluwen. De eigenaar Stichting Boei, die vindt het echt belangrijk dat wij bluwen. Dus die dacht hun best om dat te realiseren. Dat
Hartstikke mooi. Ja. Ja, het is voor mij lopen op afstand, dus maak ik gewoon blauwe. Dat vind ik prettig. Timesluit, jong feestje. Ja. Vertel. Nou, we beginnen al om even jou roeren, maar de slechtste DJ's van de stad, dat ben wij zelf. Oh, haast mij natuurlijk nog. Nee. Hier doen de slechtste, hè. Oké, dat ben wij zelf. Dus mij de vrijdagmiddagborrel. Werd een titel quit, jammer. Ja, nou, die hebben we claimed. Ja. En dan om 8 uur de Jitse Sale open. En dan toch wordt in het cellenblok. Ja. Achter in de blokjes poort. En dan €5. En dan krijg je een gratis biertje. Ja, zeker. En want wie jarig is trakteerd. En we hebben drie bands. Afrobras. Wat hebben we nog meer? Bos Capone, dat is een beetje reggae. En Sitakula, die we het oor doen hier op de Welcome to the Village. En dat is een grote Afrobeat feest. En dat wordt, wordt een mooi joen. En we daarna gaan we nog naar de Hemingway. Afterparty. Afterparty. En we beginnen om jouw roer smiddies en we eindigen jouw roer in de morning. Ik zal die menje net bellen. Nou, bel morgen, man. Nee. Peter Dijkstra is afgesloten de komende dagen. Ik wens je veel plezier en graag nog 4 uur erbij. Praten we er dan weer over. Ik hoop het. Geef me voor. You got a deal. Thanks.